dames en heren. This is the lezing for the verjaardag mensen. This is from the 17 tot en met 23. Ik moet best wel zeggen, om 21 beginnen de tweeling verjaardag. Oké, dus op 22 begin de tweeling verjaardag. Now, the center van this year is that sommige van jullie staan stevig in je schoenen. Stevig in je schoenen over some sort of a corrupt ambtenaar, corrupt mensen, corruptie. Je staat stevig in je schoenen teken, heel veel corruptie. Dus is een year, ook voor tweeling, omdat tweeling is hier gestopt. En dan 21, 22 en 23 is tweeling. En jullie mensen, jullie kunnen met elkaar gaan, oké? Je kan, je ziet van met een tweeling dat is geboren 21 tot en met 25, kan je best wel met deze persoon omgaan, oké? Maar het is een jaar dat jullie gaat stevig in je schoenen staan. En het is een jaar waar jullie gaat even achterkomen. Some sort of a undesirable situatie. En jullie gaat echt stevig in je schoenen staan. Beschermt je moeder, beschermt je man, je vrouw. Je gaat echt keihard in je schoenen staan om tegen oneerlijkheid te taken corporation institution. Dus as you see in the foundation heb je een boodschappenvrouw. Een eind is hier voor boodschappenvrouw. Mensen hebben nou gerecognized dat deze boodschappenvrouw samen met een waterman of tweeling of een advocaat hebben some sort of een oneerlijk spelletje gecreëerd. En deze boodschappenvrouw moet een vergoeding gaan geven aan haar family. Van wekens doordat deze boodschappenvrouw heeft taken een family voor heel lange tijd zit te taken werken. Oké. En heel veel van jullie gaat echt stevig in je schoenen staan en beschermt je familielid, je man en je kinderen. Oké. Nou, we zien heel veel nieuws komt in over een jong visgreep of scorpionetje persoon. En some sort of a legal issue. En je staat stevig in je schoenen. En zoals je zegt, teken direct nee. Direct nee. Die moeten best wel betaald voor wat ze hebben gecreëerd. Weet je, als mensen creëren problemen, moeten ze wel weten dat ze moet best wel daar gaan de karma gaan terugbetalen. En ik zie dat dit gebeurt. Heel veel van jullie hebben mee te maken met de visgreep of scorpion person. En je staat stevig in je schoenen. Sommige van jullie verwachten een kind of een jonge kind komt in je leven. Oké, dus verwacht dat. Nou, we gaan even kijken. Mensen, dat is geboren 17 mei. Jullie stiermensen. Heel veel nieuws. Dit jaar is een jaar waar je hebt issues met je moeder. Issues met je zaken. Met iemand in je zaak of iemand die je zit te stelen van jou, dat soort of a problem, issues met je vrouw. Je vrouw misschien heeft problemen met de werknemer of de werk. En daar heb je echt te gaan focussen op in dit jaar. For the rest of it, vrouwen, je gaat even stevig in je schoenen staan tegen een rammelie of boodschappenvrouw, omdat je krijgt soms sort of data, documentatie en recognize dat deze vrouw heeft some sort of a false documentatie opgesteld. En het eind komt voor deze vrouw, omdat mensen is nu van op de hoogte wat deze vrouw heeft gedaan. Heel veel van jullie vrouw gaat even af te komen dat deze vrouw en zijn kind, of deze vrouw en een jonge visgreep of scorpion have created some sort of a oneerlijke situatie. En een eind komt hier voor de twee mensen. Een eind komt hier voor de twee mensen. En dat is zeer goed. Dus, wat krijgen jullie als extra? Laat jezelf zien. Laat jezelf zien. En dit is een situatie waar je staat stevig op in je schoenen teken. Een rammelie of boodschappenvrouw. En laat ze even weten, hey, dit gaat niet lukken. En dit gaat nou behind-doggen vanwege wat je hebt gedaan. Ik behind-dog deze issue en deze situatie. Dus je laat jezelf zien. En laat een mens weten, hey, zo werkt het niet bij mij. Ik ben hier klaar met deze problemen. En nu, mensen, gaat even weten wat je hebt gedaan. Dus ik zie een einde voor deze persoon. Heel veel van jullie staan stevig in je schoenen. En je gaat deze jaar door. Financial stability is in deze jaar. En dit is zeer, zeer positief. Sommige van jullie kunnen krijgen zo'n erfenis of rijkdom van je moeder komt naar jou naartoe. Oké? Okay? Alrighty, we gaan even kijken. De mensen dat is geboren 18 mei. En ik zie goed nieuws komen. Soms soort van nieuws komt naar jullie naartoe. Je krijgt de energie van de ster en de 6. De ster is nummer 17. 17 is 8 en 6. Heel veel van jullie wordt successful over a fifth of Scorpion. En ik zie dat deze persoon wordt gepakkeld van wekens dat mensen nou recognize wat deze persoon heeft creëerd en de problemen dat deze persoon creëert in your world. Misschien is je kind, misschien is je partner, maar je wordt successful. Misschien het is je partner dat was niet goed. Deze partner, deze persoon kiest om te gaan verhuizen. Oké, okay, misschien is je kind gaat uit huis verhuizen, oké. Okay. Maar je wist hem goed succes, oké. Okay. Sommige van jullie gaan samen wonen met een visgreep of een scorpion. En jullie gaan relocate. En dit is best wel goed. Dus dit is een positive alignment of energy. Het is nieuwe liefde komen in jullie leven. En dat is zeer, zeer positief. En voor sommige van jullie dat hadden some sort of a oneerlijke situatie dat was gespeeld tegen jou en weegschaal hebben some sort of a oneerlijk spelletje dat hij heeft creëerd en eind komt en mensen recognize the unfair spelletje dat was creëerd. Your bonus energy is full your heart. Full your heart omdat liefde, nieuwe liefde komt binnen. Je gaat samen wonen, je gaat relocate met een nieuwe liefde en dat is goed. Dat is een jaar dat je gaat je hart voelen, oké? Okay? Nou, we gaan even bekijken de mensen dat is geboren 19 mei. 19 mei, sommige van jullie hebben een kind met een vrouw, dat is een ramlie of boodschatten en het is problemen op een problemen op een problemen. En jullie staan stevig in je schoenen over some sort of a communicatie dat je krijgt. Je staat echt stevig in je schoenen en je recognize dat deze vrouw creëert heel veel obstacles en problemen voor jou. En je probeert een situatie op te lossen. En ik zie dat heel veel van jullie recognize dat ja, ik heb innerlijke kracht om alle de dingen dat komen naar mij naartoe. En hier de kracht en mensen nou is nou van op de hoogte dat een weegschaal en een waterman hebben soms soort van oneerlijke spelletje gedaan. En mensen is nou van op de hoogte en recognize de foute spelen van een weegschaal en een waterman mensen. En ik zie dat je probeert innerlijke kracht om te vinden om even goed in staat te komen en a positive alignment of energy terug in je leven te brengen. Dat is een jaar waar je stand stevig tegen some sort of een aantrekspelletje. Je hebt de energie van 8, 4 en 7. 8, 4 en 7. En dit is de 7 van zwaarden. Dus open je ogen around jou in dit jaar. Omdat je daar is heel veel oneerlijk spelletje dat was creëerd door ambtenaar of corrupt ambtenaar en dat soort van ding. En mensen is nou van op de hoogte. Je bonuscard, ik word geholpen. Ik word geholpen, oké? Okay? Dus niet zitten in je problemen omdat je wordt geholpen, oké? Okay? En sommige van jullie denken, oh god, Ja, hoe kom ik hier uit? Je wordt geholpen, je krijgt help in this year. Alright, de laatste stier mensen, 20 mei. Jullie hebben mee te maken met een eind van je huwelijk met een waterman of een tweeling. Heel veel van jullie behind some sort of a huwelijk dat je was in. Je komt tot een eind dat je denkt dat het is nou tijd om deze huwelijk te beëindigen. Ik zie de advocaat, ik zie dat sommige van jullie komen best wel uit met heel veel geld. Maar je beëindigt een huwelijk of een contract van weekends doordat je recognize de oneerlijke speel en de oneerlijke situatie dat was creëerd. Mensen is nou van op de hoogte. En je stond stevig in je schoenen. Teken je vrouw, dat is een waterman, weegschaal of tweeling, een weegschaal. En je stond stevig in je schoenen. Teken een waterman en een watermanvrouw. Omdat mensen, het zo is dat je wil gaan scheiden van deze mensen. Deze mensen wil je voor alles nemen. En je stond stevig in je schoenen en zegt nee, nee, nee. Ik moet ook leven. Ja, ik heb zoveel opgebouwd. Ja, ik ga niet zoveel weggeven, oké? Okay? Je gaat jezelf beschermd van orbe oneerlijke zetten mensen. Dat creëert heel veel problemen voor jou. Dus ik zie scheiden. En als je bent met waterman, weegschaal of tweeling mensen, scheiden van deze mensen. Je stond stevig in je schoenen. Sommige van jullie voelen dat het was gewoon tijd. Dus je hebt 6, 7 en sommige van jullie echt komt tegen een corrupt ambtenaar of corrupt professional person. Deze person is echt corrupt en mensen is dan van op de hoogte. Je extra bonus is leef gezond. Leef gezond. Dus mensen dat is geboren 20 mei, je moet je leven stijl even gaan aanwerken, zeg maar zo. Of veranderen. Oké, okay? Sommige van jullie krijgen some soort van informatie van een dokter dat je moet je levensstijl even gaan veranderen. Nou, gefaciliteerd. Oké, gefaciliteerd tweeling. We gaan even kijken. Tweeling dat is geboren 21 mei. Gefaciliteerd met je verjaardag. Je hebt mee te maken met een machtige figuur in je leven. Soms soort van probleem met je vader misschien. Je vader moet onder de knife gaan in this year. En sommige van jullie hebben mee te maken met een oneerlijke boss. En deze oneerlijke boss of een oneerlijke je kindvader. En deze persoon is machtig. Dus ik zie een vaderfiguur en ik zie dat jullie een vaderfiguur, maar ook een man. Jullie man of jullie kinderen vader. En ik zie dat jullie gaat naar de rechtszaak om iets te behandelen. Je kan een scheiding of je kan kinderbijslag of je kan om tijd te krijgen met je kinderen. En je hebt mee te maken met een machtige figuur in je leven. Als je bent een man, nou het is goed, maar als je bent een vrouw, dan dit is een man of je vader. Especially sommige van jullie is je vader. En het is geen makkelijke jaar voor jullie, omdat je vader gaat echt onder de mes. Jullie man kunnen onder de mes gaan ook. Maar jullie gaat echt achterkomen, soms soort van oneerlijke spelletje met mensen in de macht. En je gebruikt de zwaarden van de waarheid om dit helemaal naar beneden te brengen. En laat mensen zien dat hey, eerlijk en oprecht is de beste ding. Jullie kan niet zo mensen gewoon access, data en informatie veranderen. Eerlijk en oprecht. Jullie moeten gewoon op de juiste persoon, weet je. Dus dat soort dingen. Dus advocaat in dit jaar of ook opgeleid mensen of manager, je komt tegen een rugzaak op je okay? Dus 4 en 5. 4 en 5. Dus is echt een eind komt voor sommige van jullie op de workfloor. Een eind komt voor sommige van jullie dat werk in een bedrijf voor een hele lange tijd. Een eind met de family. En ik zie dat de kinderen willen niet dat je kan verhuizen. En scheiden is hier voor sommige van jullie in dit jaar. Oké. Zakenman, je krijgt echt een rugzak op je voet. Dus pas hier op. En je extra bonus is tel je zeggen. Oké. Tel je zeggen. En dit is goed. Zeer, zeer positive energy. Echt positive energy. Nou, we gaan even verder en bekijken de mensen. Dat is geboren 22 mei. Gefeliciteerd. Eindelijk, eindelijk. Mannen en vrouw, geluk op de workfloor in dit jaar. Mannen en vrouw krijgen heel veel geluk op de workfloor in dit jaar. Met je werk, het gaat goed, met je familie niet. Heel veel van jullie tweeling komen uit soms soort van moeilijke periode. Je gaat even zorgen dat je kind heeft genoeg geld. Heel veel van jullie oude mensen krijgen kleine kinderen. Je kinderen krijgen kinderen en je krijgt kleine kinderen. Dat is goed. Heel veel van jullie vrouwen dat had soms soort van problemen met kinderen te krijgen. Een oplossing komt hier aan. Ik zie heel veel genezen. Een situatie dat is gebeurd bij een kind. Genezen voor deze kind. Genezen voor oude mensen. Dat was niet lekker. Het is alsof genezen een balans komt binnen. En dit is best wel goed. Mensen dat is geboren 22 dit jaar is een goed jaar voor jullie. Heel veel geld komt terug naar jou. En heel veel liefde ook. Omdat mensen... en komt op het eind om te achter te komen dat je had dit best wel moeilijk. En nou het wordt gebalanceerd en dat is goed. Oké? Dus positive alignment of energy. Gefeliciteerd, jullie hebben het best wel verdiend voor alles wat je hebt meegemaakt de laatste tijd. Je extra bonus is blijf in balance. Blijf in balance. Maakt niet uit wat gebeurt. Blijf in balance, oké? Dus als je voelt jezelf out of balance, ga even yoga doen of even jezelf even blijf. Dus niet heel veel werk en niet alleen werk. Nee, je moet werk en ook deel met je familie. En ik zie dat sommige van jullie recognize dat je familie gaat je echt steunen in alles en wat. Alles en wat. Je familie gaat je echt steunen in alles en wat. En dit is best wel goed. Alrighty. Jullie have 2 keer balance. En it's as if this is a year where sommige van jullie was out aligned with your financial stability. And now komt het weer terug in balance. Dus so it is rijkdom komt terug voor jullie. En dit is goed. Nou, we gaan even verder. Mensen dat is geboren 23 mei, gefeliciteerd. Je nou komt achter dat een situatie met de familie, je kan alles aan wat doet en werk hier aan, maar het gaat niet lukken. Heel veel van jullie zal best wel soms soort van problemen hebben met kinderen. En misschien ziekte met de kinderen, al soort van situatie, maar maakt niet uit. Het is goed, misschien is je innerlijke kind dat je recognize iets over jezelf. En je zit jezelf te leren kennen, dat soort van dingen. Maar problemen met de familie, je gaat even recognize dat je moet resolve een situatie en een problemen met de familie. Omdat dit problemen met de familie moet gewoon en genezen hier komen voor. De problemen dat jullie hebben met je familie en resolutie moet hier komen. Het is een jaar waar je gaat even echt goed op je werk, succes op je werk, maar met familie. Daar moet some soort of balance komen met je career en met familie. Het is een positive year, want de positive year van Weekensdorp dat je hebt jezelf leren kennen en nou je doet dingen dat je deed in het verleden niet. Hoe je hebt het gedaan, omdat je hebt jezelf geleerd kennen. En dat is best wel positief. Success op werk, maar family, problemen in de family. Wees lief naar jezelf. Dat is your extra bonus. Wees lief naar jezelf. Is een year waar je moet wees lief naar jezelf, omdat je denkt alleen over werk, werk, werk en niet met family te genieten of vrienden en family. Is alleen dat jullie gaan focussen op werk. Werk, oké, maar je moet wees lief voor jezelf, omdat dat is zeer belangrijk. Je kan niet werk, werk, werk en dat soort van ding. Je moet ook voor jezelf lief zijn. And recognize that soms you will the pain on the lijden door gewoon lekker voor jezelf te zijn en te voelen de werk voor jezelf, maar soms is het tijd om gewoon even met jezelf tijd te geven. Dames en heren, het wordt een krachtige, prachtige jaar. Niet vergeten de weekly lezing, de liefde lezing is op. Ga even kijken. Ik hou van jullie. Thumbs up. Namaste.